F-35 en een Sukhoi 29. Allemaal Russische vliegtuigen van Russische origine. Jammer genoeg moeten ze hun programma vandaag laten zien vanwege de bevolking die daar hangt. Dat is heel zonde, want anders hadden we mooie aerobatic formatiefiguren kunnen doen. Dat gaat vandaag hoe hoog heeft die bevolking nodig? Wij willen toch wel een minimaal 2000 voet hebben. Dikke 600 meter voor dat we kunnen doen. Ik schat nu dat de bevolking over half zo hoog zit, ongeveer 1000 voet. Dat u even weet dat de leider van deze formatie, dat denkt u aan de Vitas Christ van de Broek. In feite is dat niet zo. In feite is dat Lucky een hondje. En als je twee keer blad gaat verlichten, dan is één keer blad gaat verlichten. Is de anekdote. We vertellen nu straks nog iets heel kort over de Jacht 52, een Russisch trainingsvliegtuig. Je moet je voorstellen, vroeger had Jakovlev die had een Jacht 50. Waar is de taart in? Koffie. Taart in de koffie? Ja. Nou, ik heb al een oude taart. Dat scheelt echt. Nah. Zeg het dan niet. Nee. Ik wel. Jij hebt een jong taart. Ja, eigenlijk een robot. Als je goed kijkt, dan zit dat ook. Nee, het is een beetje zo, maar het geeft ook een beetje van de Russen aan. Die uit iets heel moois wat al bestaat, iets heel moois nieuws kunnen maken, zonder al te veel nieuwe dingen uit te vinden. Dat is waar de Russen ook niet aan zijn. De Jacht 52 is een heel succesvol vliegtuig. Er zijn er ongeveer 1800 van gebouwd. Dat is een heel goed vliegtuig. Maar luister, er zit een heel ouderwetse stermotor voor. Ja, maar dat is juist het mooie. Dat is een hele betrouwbare, hele goede motor hier. Heel veel vliegtuigen trekken vinden. Al deze vier vliegtuigen hebben dezelfde motor erin. 2400 pk. Heel betrouwbaar. Hoeveel oefening is het nou om deze stad te maken? Ja, ik ben bang dat je er toch wel een poosje mee bezig bent. Wij zijn als team een jaar of 5 begonnen met simpele two-ship formatietjes. En nu langzamerhand ziet u dus dat we met 4-ships en zelfs loopings en zo kunnen maken. Maar het feit is wel dat we eigenlijk gaan. Op de B-positie of op de verschillende door? En het is ook leuk om even te vertellen dat de Sovjet-Unie luchtmacht, die heeft dus vroeger een paramilitaire organisatie gehad, de DOSA. En die DOSA was bedoeld om jongelui van 15 jaar te leren vliegen op deze vliegtuigen. Als we goed deden, dan stroomden ze door naar de mensen. Witte kisten, witte vleugels, rood van onderen. Dat is een originele beschildering van de DOSAF. Als hij straks langs u taxi, dan kunt u op de staart ook de letters in het Russische schrift DOSAF zien staan. Op de C-positie dan vliegt Marcel Lindenberg. Marcel Lindenberg vliegt in die hele rode jak. Er staat nog steeds één rode jak op de displayline. Nummer 3, hij gaat nu nummer 3 in de lijn, Lionel Sturges. Die kist is knalrood en dat is de kleur waarin ze vlogen op de 1 mei parades. Boven Moskou, daar vlogen al die jaksen vlogen daar ook en die werden dan helemaal rood geschilderd om helemaal in de stijl te zijn van die 1 mei parade. Lionel Sturges, dat betekent dus achter elkaar, maar ze hangen niet precies achter elkaar, hè? Maar wat is dat? Nou, je hangt altijd een beetje onder elkaar. Stel dat een van de eerste vliegtuigen de motor even zou hameren, dan schuift de volgende vliegtuig schuift van onder een deur. Als je recht achter de vliegtuig dan is het een. Nou, dan de laatste. Steven van Dijk in de Sukhoi. Vertel daar iets over. Ja, de Sukhoi is natuurlijk een helemaal fantastisch vliegtuig. Ook een helemaal gebouwd voor aerobatic vliegen. Dit is een 2-zitter, maar het zusterschip hiervan, de 26, dat is een 1-zitter. En die zijn echt helemaal gemaakt met die wedstrijden. Duidelijk moet zijn voor iedereen dat dit voor iedereen mogelijk is om te bereiken. Als je maar voldoende moeite en tijd erin steekt. PPL, Private Pilot. Private Pilot License. Een brevet wat voor iedereen haalbaar is. Voor iedereen die wil vliegen, die kan dat bij iedere vliegschool gaan halen.